We staan op dit moment in de vuurwerkbunkervestiging van Pijnakker. Jullie kunnen het zien achter mij, ze zijn nu begonnen met de decoratie, oftewel de cakes neerzetten. Want jongens, het zit er nu echt aan te komen. Oud en nieuw komt dichterbij en in deze video gaan wij nu al ons vuurwerk kopen. Gaan we ook vuurwerk weggeven en hebben we kortingscodes voor jullie. Dus mochten jullie nog vuurwerk moeten bestellen bij een van de vestigingen, dan komen we zometeen met kortingscodes. Jullie zien het, ik dacht van ik begin de video even hier zo. Om te laten zien wat er al staat. Nou, dat is niet veel. Daar heb je kat 1. Film die camera even op. En dan heb je hier een aantal vuurwerkbunker artikelen staan. Evolution missen we nog als dummies. Maar we weten natuurlijk hoe het is. We gaan nu even laten zien dat we het vuurwerk gaan bestellen. Dus jongens, op dit moment zijn we weer thuis. We gaan de bestelling voor jullie maken. Ik heb op dit moment een budget gecreëerd waarin ik denk van hé, we gaan de eerste bestelling doen. Het is natuurlijk inmiddels nu al halverwege november, richting december. En ik vind dat het nu wel de tijd is om echt je bestelling te gaan maken. En waarom raad ik aan om dat in de voorverkoop te doen? Dat is omdat je vorig jaar echt goed hebt kunnen zien dat er heel veel artikelen niet meer op voorraad gaan zijn. En als je dat in de voorverkoop bestelt, dan heb je in ieder geval zekerheid dat je dat artikel krijgt. Vaak, soms ook niet als er iets niet leverbaar meer is. Alleen in de meeste gevallen heb je gewoon je product. En daarom gaan wij ook altijd die voorverkoop doen. En bovendien, het belangrijkste vergeet je nog. Je krijgt ook nog eens bij de meeste producten 20% gratis vuurwerk. Ja. En wat bedoelen we daarmee? Als jij een product van bijvoorbeeld 100 euro koopt, krijg jij een tegoed van 20 euro in een apart mandje, zeg maar. En daarvan kan jij gewoon een product naar keuze, kan jij uitkiezen daarvoor. Ik laat nu even zien op wat voor locaties ze allemaal zitten bij jullie in de regio. Nou, jullie zien het al, onze regio, Den Haag, Rotterdam, zit helemaal vol. Midden Nederland ook. Beetje hier zo richting Limburg zitten ze. Richting Zeeland. Dus eigenlijk al met al, ja, hier zelfs ook trouwens, man. Ik weet niet welke dit is. Lelystad. We hebben al een schets gemaakt op de telefoon. Ik en Jordi. Om te gaan bestellen. De eerste is de Vol Gas, jongens. Dat is ook gelijk het artikel waar jullie korting op krijgen door ons. Laten we maar eerst even laten zien dat het echt een goed artikel is. Het is een Duitse cake. Maar wel toegestaan in Nederland, uiteraard. Mooi effect. Beetje van die blinking effecten. Veel kleur. Wat voor een budget cake is dat echt wel heel mooi hoor. Zeker. En als jullie hem dus in de voorverkoop bestellen, dan krijgen jullie hem voor 19,95. En als jullie de kortingscode PTDGAS gebruiken, krijgen jullie hem zelfs voor 14,95. Maar hij doet wel weer mee in die gratis artikelen waar Jordi het net over had. Dan gaan we nu naar de Hyperstorm. En dat is een wat groter ding natuurlijk. 79,50. Laten we daar ook even de video van afspelen. Ook weer Duits. Van Pyroman. Voor je werk. Veel kleur. In tegenstelling tot het artikel zelf. Een mooie effect hier. Eén is ook ziek, man. Een leuke budget compound, zeg maar, voor dat geld. Juist, het is inderdaad een budget compound, inderdaad, goed gezegd. Dan gaan we naar de volgende. Welke is dat, denk jij? Ik vermoed dat dat Captain Pharaoh is. Zeker. En de reden waarom Jordi dat weet is omdat alles is op volgorde te zien bij alle artikelen. Alleen wij hebben hier dus een schets gemaakt van alles wat we nu willen bestellen. Deze is 59,95. Laat ik ook wel even een videootje van zien. Brute cake ook, hoor. Zeker, en die is van Bunkerfans, hun eigen lijn. Die ook dan wel leuk aan dit soort blokken is dat hij alles tegelijk schiet, zeg maar. Ja. Dus hij doet heel die rij per keer. Dus je hebt gelijk een mooie, goed gevulde lucht, zeg maar. Ja, zeker. Ziet er heel spectaculair uit alweer. Ja, en die moet je dus, net als de Noisy bijvoorbeeld, die ook verkocht wordt bij Vuurwerkbunker, moet je die in een brede straat zetten. Of je zet hem breed neer, wat we ook al eerder zien. Dan is de volgende. De Balloon Ops. Spreek jij maar uit. De Balloon Odyssey. Odyssey, ja, zoiets. Denk ik, zoiets. 49,95. 50 euro dus eigenlijk. Dat is echt een leuke. Zeker. Veel crackling. En snelle effecten, weet ik nog. Toen we hem op de lijst zetten. Laten we maar even een videootje afspelen. Ook weer van Bunkerfans. Dat hebben ze goed gedaan dit jaar. Wat het leuke is bij deze cake, bij het wegschieten heb je al crackling. En uiteraard in de lucht bij het effect zelf. Ja.
Dus je hebt eigenlijk gewoon exact. Dus het hele stuk dat hij omhoog gaat, heb je al die crackling al. Ja. Dat is gewoon wel heel vet. Ja, nu zie je precies wat ik bedoel. Dat is echt wel een heel gaaf cakeje om erbij te voegen. Stel je voor dat je er nog wat cakes bij zet en tegelijk aansteekt. Precies. Dan heb je een heel mooi 6-uur project. Dan gaan we naar de volgende. De Outer Space. De Outer Space inderdaad. Laat trouwens ook even in de reacties achter, jongens, of als jullie al een bestelling hebben gedaan en bij welke winkels. En los van het feit dat wij nu even doornemen wat we gaan kopen, mocht er iets zijn waarvan jullie zeggen van hey, die zou ik niet doen, maar die wel, laat het achter in de comments. Want wellicht gaan we daar ook even gewoon even een aanpassing maken. En natuurlijk kan er niets meer af, want we gaan deze bestelling echt dadelijk doorzetten. Alleen als jullie zeggen van ja, die hebben jullie overgeslagen, maar ik zou die echt wel erbij nemen daar bij die winkel. Laat het weten, want over ongeveer, ik denk 2-3 weken of zo, wanneer het geld binnen is, gaan we zeker ook een volgende bestelling doen. En de mensen die nu in deze reactie tips geven en wij pakken die tips op, dan gaan jullie jezelf terugzien in de volgende video. Want dan hebben we geluisterd naar jullie tips. Nou, de Outer Space zei ik net al, €94,50. Op zich wel een rare prijs, hè? €94,50. Ja. Beetje, ja. Maar in ieder geval, we gaan nu het effect van afspelen. Weer van bunkerfans. Dat hebben ze goed gedaan dit jaar. Oh ja, aan het begin al gelijk die beurs. Veel kleur. Oh ja, en die whistling effect. Een soort van black ice-achtige effecten, man. Dat is altijd wel heel tof. Zeker, want wij zijn natuurlijk ook fan van de black ice in, bij de Lidl. Dan heb je ook nog de die op ons lijst staat. Weet jij het al? Is dat Infinity? Nee, de Matt Professor. Oeh, kijk. Je kan niet altijd 6 gooien, jongens. 40 te gekke schoten. €34,95. Oftewel, ook weer wat goedkoper product. En dat hebben we bewust gedaan. Want vorig jaar hadden we volgens mij 13 compounds of zo. En iedereen zei toen van ja, waarom hebben jullie alleen maar compounds? Die ook wat losser er doorheen. Ook om jullie aan te raden wat gewoon leuk is. Want deze artikelen, jongens, zijn gewoon echt top om te kopen. Het is niet zo dat je alleen maar compounds moet hebben of een paar honderd euro moet besteden per cake. Dit is ook gewoon echt leuk. En het leuke is van dit soort producten is dat het zijn een beetje ja, budgetcakes. Maar dat doet er, ze zijn daarom niet minder mooi, zeg nee. Maar. Dus zeker voor compound mensen, is ook allemaal bij elkaar. Precies, maar zeker voor mensen met een wat kleiner budget. Ik bedoel, niet iedereen kan nou eenmaal honderden of duizenden euro's uitgeven aan vuurwerk. Maar dan zijn dit gewoon hele leuke cakes om te hebben. Ook voor 12 uur. Even snel door naar de video. Die is ziek, man, qua kleur. Die groene en rode effecten. En dat voor dat geld, hè? Snap je dat? Ja, man. Ik vind dit echt een hele mooie voor die prijs. Daar kan je hem niet voor laten liggen. Dat zijn eigenlijk Duitse prijzen. Dan gaan we nu wel naar de Infinity. Infinity staat ook hoog op de lijst, want dat is gelijk een wat duurdere cake. 193 schoten, €209. Weet jij nog waarom we die genomen hebben? Dat is een goede vraag. Hè? Dat is een hele goede vraag. Maar jullie gaan het nu zien waarom. Juist. Ja, het is gewoon een mooie compound. Hele scherpe staarten. Goede burst. Weet je wat ik heel leuk vind aan deze cake? Is dat je ook al die ja, soort, hoe noem je dat, ja, tils of zo? Lichtkogels. Die lichtkogels inderdaad er doorheen hebben. Ja. Vind ik ook wel een heel grappig effect voor de tussendoor, zeg maar. Ja, gaan we even naar de finale. Het gaat er goed aan toe. Crackling erbij, precies alles wat je eigenlijk verwacht van een compound. Dat is de volgende. Goldminers, of niet? De Goldminers inderdaad. En dat is die ene met hele gouden effecten, weet je dat nog? Exact, maar ja, als je de naam ziet jongens, kan ook niet missen. Ja, het zou een beetje raar zijn als het alleen blauwe effecten zijn, weet je. Ja. 40 shots, vol met gouden effecten, €42,95. Laten we maar naar de video gaan. Duurt niet heel lang, maar het spektakel zit erin. Kijk maar, goed tempo. Heel gaaf. Ja. Echt een gouden cake eigenlijk. Dus die staat op onze lijst. Nee, de Crazy Mistress. Oeh, ik ben te ver. Die hebben we ook op de lijst. Is ook weer een budget cake. 36 shots.
29,95, jongens. Oftewel, ja, Duitse prijzen, wat ik al eerder heb gezegd. En ook, jongens, wederom bij deze 20% gratis vuurwerk. Net als bij die andere cakes, wat je ook kon zien. Ja. Dus in werkelijkheid ligt de daadwerkelijke prijs lager als je het zo bekijkt. Ja, zeker. De collectie kan nog aangevuld worden aan het einde. Mooie effecten, harde burst, jullie horen het. Ja. Mooie cake, man. Staat ook dus op de lijst. Snel door naar de volgende. Dat is wel de Siberia. Oh ja, dat was die compound inderdaad. €169 en het duurt bijna 2 minuten. En wij bewaren denk ik wel de compounds voor na 12. Hè? Gaan we sommige compounds eerder. Sommige die zullen eerder gaan. En... ja. En die heeft dus een dikke fanshape finale staat erbij. €169. En laten we dan maar ongeveer gelijk naar de finale gaan. Want die dikke fanshape finale is wel echt ziek. Kijk, mooie staarten. Fel ook weer. Wat mij opvalt bij deze cake, heel veel kleuren. Ja. En ook bij de finale zien jullie nu inderdaad de fanshape finale. Mooie heldere kleuren. En wat ik echt top vind aan vuurwerkbunkerartikelen, is dat je echt aan het artikel al kan zien wat voor effecten die heeft eigenlijk. Zo, ook die paarse kleuren, man. Dan gaan we nu naar de volgende. Dat is denk ik, als ik het goed gok, de Night Ghost. De Night Ghost inderdaad. En dan mogen jullie raden waarom ik die erbij heb gedaan. Uiteraard, ja. Omdat er weer een crackling in zit. Ja, €139, jongens. Kan niet missen. Beetje een bredere, is dat? Mooi. Ik zou het niet zeggen, natuurlijk. En hier, ik zei het toch. Kijk, die effecten die je op de doos ziet, dat is precies het effect wat het ook is. Ja, een beetje blauw-rood, zeg maar. Ja. Loof wat te horen. Precies, harde burst. En we hebben hem op de lijst gezet omdat wij een bepaald budget hebben. En deze past er precies goed in. Weet jij het al? De Maximizer. Klopt, de Maximizer. Ook weer een compound, jongens. En tot nu toe de duurste van ons. €329. Er staat ook, we halen het maximale eruit qua snelheid en formaat. Nou, die verdient wel even dat we de video afspelen. De volgende keer ook 3,5 minuten. Ja, deze is 4,5 minuten. En dan is de volgende, is de. Weet jij het al? Dat weet ik al zeker. Dat is de Super Sharpshooter, denk ik. Klopt inderdaad. Het is de Super Sharpshooter. €349, ook een duurdere. Dit is de ultieme compound, staat erbij. Ik ben benieuwd, beloof wat te worden. Ook even een videootje. Ja, top, deze. Zeker als je eventjes gaat naar 1 minuut 45. Het finale ongeveer. Dan zie je de reden waarom we hem hebben. Ja, echt top. Nou, deze staat dus ook op onze lijst. En dan moet ik even kijken naar onze lijst die we hebben samengesteld. Want we hebben gezegd dat we ongeveer voor €2000 nu gaan bestellen. En dat is nu ook exact het geval. €2027. Dat is onze eerste bestelling die we maken. Alleen ik heb al gezegd, we willen binnen nu en ik denk 2-3 weken willen we de volgende bestelling doen. En die is dus ook op basis van jullie tips. Dus mochten jullie tips hebben, laat het achter in deze video. Want dan kunnen we daaraan houden. En dan zien jullie waarschijnlijk in de volgende video wel terugkomen. Naar aanleiding van welke reactie wij welke artikel erbij hebben gekozen. Dat was het dus voor nu. We hebben dus een bestelling gedaan of gaan hem nu nog doen. Bij vuurwerkbunker.nl. Mochten jullie tips hebben, ook bij andere winkels, laat het achter in deze comments. Ik ben ook benieuwd of jullie al je vuurwerk hebben besteld. En misschien ben ik ook wel benieuwd op welke dagen jullie het gaan ophalen. Want daar is ook nog wel een soort van discussie in. Haal je het liefst gelijk de eerste dag op? Of ga je het pas de laatste dag halen? Ik weet het niet. Vaak is de eerste dag het populairst onder de vuurwerkliefhebbers. En de laatste dag is het populairst onder de mensen die bijvoorbeeld moeten werken en even snel wat vuurwerk willen halen.
Thanks voor het kijken naar deze video, jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie mij weer binnenkort bij een nieuwe video. Later!